Vijver, ik ben je vriend. Zat op Play 20. Hallo, daar ben ik weer. Hoi, goedemiddag. Sorry, Vijver, dat ik jullie trekken. Welkom bij deze speciale Summon aflevering van de Final Week van Terraria, dag 4. Dit is de laatste keer dat er dus zeg maar een comment wordt geselecteerd. Dus als je deze video kijkt, niet gelijk first, want first wordt geweigerd. Dus niet first meer gaan zetten. Maar als je deze video kijkt en je staat nog niet op de wall of awesome comments, dit is de laatste kans dat je daarvoor hebt. Dus dat wil ik heel even duidelijk maken. Goed, ik ben offscreen, ben ik eventjes alvast bezig geweest met de equipment. Zoals je ziet, we hebben de spooky dinges aan. En Fiverr die kreeg er bijna een hartaanval voor. Sorry Fiverr, ik wou je echt niet laten schrikken, mijn excuses. Oh. Maar dat hebben we dus aangedaan. Sorry. Om dus zeg maar heel erg veel summons. Nou, ik heb dus zeg maar 3 summon items bij me. Degene die de Skull Kit opriep, die heb ik bij me. Ik heb de Sharknado's heb ik bij me. En ik heb de Demonic Ravenstaff heb ik bij me. Die 3 die mogen we dus zeg maar gebruiken. En als ons eigen wapen heb ik onze Terrorblade. Die ondanks dat we dus nou geen melee stuff bij ons hebben, nog steeds 104 melee damage doet. Maar dat is niet het sterkste, want dat is eigenlijk de Masterful Stempestaff. Dus we zullen gaan voor onze Sharknado's, maar ik wil voor de grap eventjes laten zien wat de andere doet. Jullie zien dat ik wat langzamer loop. Dat komt omdat ik mijn schoenen niet geëquipt heb. Dus we kunnen niet extra lang of hard rennen. Dat komt dus zeg maar, we hebben dus zeg maar de Pygmy Necklace increases your max number of minions. We hebben deze die increases onze max of minions. En deze ook nog eens een keer. En dat hebben we allemaal defense, dus we zitten op 45 defense. Dit zorgt ervoor dat we ook nog meer minions kunnen doen. Dus in plaats van 1 kunnen we nou in totaal 7 minions doen. Dus als we een Raven oproepen, dan zie je gelijk, die komt eraan en die slaat alle slimes gelijk. En we kunnen er dus 7 oproepen. Komen we weer bij onze bubbelbak. En ja, deze doodles die zullen dus voor ons gaan vechten. Elke keer als we vijanden tegen gaan komen. Ja, ik weet dat het langzaam loopt, maar we kunnen nog altijd dit doen. Dus kijk hier, slime. Hoppakee, we slaan helemaal. Maar ja, dat kunnen we dus ook doen met onze skullkitjes. Dus als we eventjes zeggen, puff, jullie gaan weg. Ik zou nou niet graag een Termina willen zitten. Ach, een Termina. Dus, oké, iedereen in de houding, in lijn. Hup, 1, 2, 3, attention. Terug in de lijn. En terug in de lijn. Jullie 3 ook. Terug in de lijn. Ik zie er maar 6. 7? 7. We staan met 7. Dus, ja, die hebben we ook. Maar waar we dus, zeg maar, voor gaan, dat is dus... Even de pygmies weg. Wij gaan voor de Sharknado's. 7 stuks. En hiermee gaan we dus zeg maar beginnen met de eerste pumpkin moon die ik niet bij me heb. Oh boy. Snel terug. Oh boy. Ik heb de pumpkin moon niet bij me. En de frost moon niet. Oh boy. Oh boy. Dat was niet slim. Dat was niet slim. Wat ik in deze aflevering ook ga doen is speciaal eventjes naar de Crimson Wereld. Om dus de Crimson Baas te laten zien. Omdat morgen gaan we een bosrun doen. Waar dus zeg maar niet de Crimson Bos in voorkomt. Omdat ja, het wordt allemaal in deze wereld natuurlijk gedaan. Eens even kijken. Nou, bosses. We hebben dus nog 1 Pumpkin Moon en 2 Frost Moons. Maar ja, we doen er maar eentje. Dus dit is de laatste keer dat we de Pumpkin Moon en de Frost Moon gaan zien. En dit keer dus zeg maar met de Summoning Joy. En ik heb geen Battle Potions. Snijkies. Snel Battle Potion. Snel. Heel snel. Waar is mijn pickaxe? Daar. Oké. Go. Deadweed. Materialen. Ini, Mini, Mini. Waar sta je? Daar sta je. Oké. En potion ingrediënten. Die. Zo. Battle Potion. Battle Potion. Daar, Battle Potion. Oké, we zijn compleet. Goed. Snel naar de Battle Arena, want het gaat beginnen. Oh boy, dit wordt leuk. Ik heb hier echt zin in. Toen ik zag hoeveel schade deze gekke dingen wel niet doen, dacht ik bij mijn eigen van, waarom maak ik me zorgen? Dus ik ga deze wel gebruiken, zodat ik zelf ook kan aanvallen. Dus, maar we zullen zien hoeveel dat het nodig is. Dus, kijk, ik heb Iron Skin, ik heb een Regeneration Potion. Ik denk dat ik goed zit. Oké. Hopelijk geen death. Weet niet of dit eigenlijk ook helpt. Waarom ook niet? Gewoon doen. Poef, puff. Weet niet, heeft dat effect? Nee, dat heeft geen effect. Oké. Ja, het is tijd. Oké, here we go. Volgens mij hoef ik nog niet eens wat te doen. Oké. Oh mijn god, dit is overpowered. Kom hier bij misschien ook in de... Ga weg. Misschien komen we hier ook wel in de final wave mee. Weet je wel, we gaan het gewoon proberen. Ik ga gewoon meehelpen met mijn melee. Ik bedoel, we mogen zelf ook 1 aanvalletje doen, dus... Wij slaan gewoon alles omver.
Oh, dit wordt leuk. Waarom heb ik mijn traps niet aanstaan? Vuurwerk! Oké. Nou, battle potion die werkt. Zo te zien werkt alles. Oh, we doen zoveel damage. Oké, we zitten op wave 3. Ik ben benieuwd, jongens. Ik bedoel, ik heb nog nooit eigenlijk echt met summon gewerkt. En ik vind zelf dat je wel zelf iets zou mogen doen. Dus dan vind ik dat je de terrablade wel, dat je gewoon een zwaard mag hebben. Dus ik bedoel, maar je kijkt in de chaos die we dus zien op dit moment. Dus, oké, nou heel erg veel bubbels. Ik hou van de bubbels en van het vuurwerk. Yay! Oh, jongens. Ik moet zeggen, deze serie is heel leuk geweest. En ik moet zeggen, ja, beste manier om echt zoveel mogelijk vijanden te verslaan, dat blijft dus inderdaad, zeg maar, oké, hoe snel ga jij dood? Hoe snel ga jij dood? Hoe snel ga ik wel niet dood als ik niet naar jou uitkijk? Sterf! Oké, ik ben dood. Even je hartjes oppakken. Maar ik moet zeggen, ik vond dit een hele leuke let's play om te doen. En het is nog niet afgelopen. We hebben nog een bosrun te doen. Dus dat gaat al helemaal geweldig worden. Maar echt alle support die ik tot nu toe heb gekregen van al de afleveringen die we tot nu toe hebben gedaan. En ik moet echt, zeg maar, een beetje alles ontwijken. Want anders ben ik bang dat het niet goed gaat met mijn gezondheid. Oh boy. En al dat vuurwerk, dat maakt het niet een stuk makkelijker. Oké, waar is mijn muis? Oh, auw. Dat is mijn muis. Oké. Oh. Nee, geen magic mirror gebruiken. Oh boy. Oké, Sharknado's, val die Morningwood aan. Oh boy. En help graag. Oké. Dit gaat decent. Ik zie daar ook heel veel help liggen, maar... Oh, sick! Ja, nou heb ik help nodig. Oké. Die Morningwoods zijn echt gevaarlijk met hun aanvallen. Oh boy, zoveel doodles. Oké, we zitten op wave 7 met een pumpkin. Nou moeten we zeker gaan uitkijken. Oké, ik hoop dat die safe staat. Oh boy. Ik heb veel help nodig. Maak hem dood. Oh, daar hebben we onze pumpkin. Dit gaat niet goed. Oh boy. Kill hem. Waar is hij? Daar is hij. Kom op, Sharknado's, doe iets. Bescherm mij. Hoe kan ik help potion? Nee, nu. Help. Oh boy. Oké, het ging lekker. Maar op het moment dat die sterkere doodles komen, hebben we een groot probleem. Zoals bijvoorbeeld de pumpkin. Nou, voordat jullie het willen vragen, summons kunnen niet doodgaan. Dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. En oh boy, over doodgaan gesproken. Kom op. Oh boy. Sharknado, doen jullie werk. Oh, oh. Oh boy. Oké, concentratiemode engaged. Ik mis mijn running boots. Nee. Oké, hij is dood. Gelijk helft oppakken. Oh, Erik wordt nog iets geraakt. Hieronder ligt waarschijnlijk heel erg veel helft. Go! Oké, dat hielp niet echt veel. Ik denk dat ik even langs onze nurse moet. Oh, kijk hier nou toch eens. Hallo! Oh, dude, je bent veel te snel! Wil je alsjeblieft in een andere modus gaan? Dude! Help! Oh boy. Het is lang geleden dat ik eigenlijk health potions nodig had. Sharknado's! Oh, dat ding is veel te snel voor Sharknado. Oh boy. Oké, toch weer concentratie er even bij. Oh boy. Oh, dit gaat niet zo lekker. Oké, Sharknado, probeer hem op tenminste even te raken, jongens. Oh! Oké, voor die dingen willen we uitkijken. Oh, nee, hij gaat weer in zijn snelle modus. Oh boy. Snel naar huis. Oh, nurse.
Dank je. Oh, dit is niet goed, jongens. Dit is niet goed. Geen garantie! Oh boy. Waar is mijn muis? Daar is mijn muis. Sharknado's, doe je ding! Oh boy. En help. Oh, ik ben echt geconcentreerd bezig, jongens. Ik wil gewoon geen deaths in deze final week. Oh, ik heb nog maar 100 health. Ah, snikies. Goed, we zijn weer terug in business. Misschien was dit niet zo'n goed idee. Holy snikes, 107 schade. Oh boy. Help! Dit was geen goed idee. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Sharknado's, doe je ding! Oh boy, oh boy, oh boy. Puffs. Ah! Ik wil niet nog een keer. Nee, 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 nee. Oh boy, gelukkig heb ik genoeg geld. Heal. Oké, dit is dus het moeilijkste om in leven te blijven. Oké, snelweg hier. Snelweg wees hier. Snelweg wees hier. Snelweg wees hier. Oh, snijkies. Oh, snijkies. Oh, van je net weet heb je nog maar aan de hand. Wacht je! Ga nou eens weg, jij. Met je enge gezicht. Oh. Oh boy. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Nee, nee. Je hebt 1 dead gehad. Dan moet je het maar mee doen. De rest krijg je niet. Nee. Oh, ik haat de pumpkins hier zo erg. Oh boy. En de andere kant op. Oh, Sharknado's, doe nou eens wat. Oh boy. Waar ben je? Oh, Sharknado's, doe hem nou schade. Val hem aan. Hij moet mij hebben. Bescherm mij! Oh boy. Zie je, daarom heb ik voor de Terrorblade ben ik gegaan. Dat, ik vond dat Flare on, dat zou te makkelijk zijn. Ik bedoel, dan zouden we sowieso automatisch weer die sterke aanval kunnen doen. En ik vond hem een beetje te overpowered, dus daarom heb ik ervoor gekozen om dat niet te gaan doen. Oké, nou. Weet je, ik zou het op prijs stellen als die Sharknado's een beetje meer die Pumpkin in de gaten willen houden. En een beetje minder met die onderste doodles. Oké. Kill ze allemaal eronder. Oh, daar is er weer een. Oh, nee, 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 nee. Wegwezen. Ik bedoel, ze doen een decent schade naar de Pumpkin toe. Dat wel, maar ik bedoel, het nadeel is dus, is als er te veel doodles op het scherm zijn, dan focussen ze zich op alles. En dat is niet echt handig. En ik vind dat het al op zich een achievement tot we wave 10 hebben gehaald, ondanks dat we dood zijn gegaan. Normaal gesproken, als je doodgaat, is dit een kettingreactie van doodgaan. En dat is dus niet echt heel erg prettig. Oké, nou, wat ik nou ga doen. Dus ik ga even hem killen. Sterf! En wat ik dus ga doen is, ik neem jullie mee. Ik neem je mee op reis, neem je mee. Ik weet nog niet waarheen. We hebben niet veel stuff, maar daar zit ik echt niet mee. Ik neem jullie heel eventjes naar de Crimson Wereld en dan ga ik jullie heel eventjes die baas laten zien. Geef me een seconde. Oké, nou hier zitten we dus heel eventjes snel in die Crimson Wereld met een ondergrondhuis er blijkbaar in en een booby trap. dit is dus zeg maar die hele andere wereld. Ik ben toch nieuwsgierig wat hierin zou zitten. Wat zit erin? Oh, hier hebben we al iets. Nou, maakt niet uit. Zou ik wel met een ander karakter eventjes zijn wezen exploren dan. Maar dat maakt niet zoveel uit. Ja, ik doe ook nog wel eens offscreen, zeg maar. En ja, deze kisten zouden we sowieso niet gebruiken. Maar goed, dit is dus zeg maar de Crimson wereld. En hier zit dus een Crimson baas die we dus zeg maar tegen zouden komen. En hier hebben we dus zeg maar in plaats van Shadow Orbs hebben we deze rode dingen. Die we dus zeg maar zouden moeten breken. Nou, gelukkig hebben wij hier het goede materiaal daarvoor. En natuurlijk word ik geraakt door een of andere doodle. Ik heb mijn Raven bij me, want ik wil eigenlijk best wel zien hoe dat de Raven het doet. Weet je wel, we gooien gewoon alle summons erbij. Dus een Pygmy en een Sharknado. Dan hebben ze alle 3. Waarom eigenlijk 2 van alles? 2 Sharknado's, 2 Pygmy's en 2 Ravens. Waarom ook niet? Oké, nou, en als we dit eens kapot maken, dan krijgen we dus de Undertaker.
Ja, dit zijn dus zeg maar de crimson items die je ervan te pakken kan krijgen. Dus in plaats van een shotgun krijg je hier een sterk handpistooltje. Je kunt hier volgens mij ook de menacing panic necklace kun je krijgen inderdaad. Oké, nou, we hoeven er nog maar eentje. Zit er hier nog ergens een? Zit er hier nog ergens een, jongens? Het is hier heel erg donker. Ah, daar zit er nog een. Oké. Okay. Pickaxe. Kom op. Licht graag. Oké, nou hopelijk is hij niet binnen een seconde dood. Hallo. Oké, word maar wakker. Hij is wakker. Oké, dan gaan we mooi hier even in het midden staan. Ergens. Hij is wakker. Rain of Cthulhu, daar hebben we hem. Oké, hij is wakker. Dan gaan we mooi hier staan. Even een beetje licht hier maken. Hij wordt hier gepoot. Oh, daar hebben we hem. Hoppakee, en dat was dus de Brain of Cthulhu. Gezellig. Hé, hey, die kan ik wel gebruiken. Maar ja, dat is dus eigenlijk de Brain of Cthulhu. In plaats van de Destroyer heb je dus zeg maar iemand die heel veel oogjes heeft. Dan moet je de oogjes verslaan en dan moet je de brain verslaan. En dan spat hij uit elkaar. Hè. Dus dat is eigenlijk praktisch wat hij doet. En dan krijg je dus tissue sample in plaats van de shadow dinges. En je krijgt dus een ander soort oor. Je krijgt crimteen oor. En daarmee kun je dus zeg maar die crimson zut meemaken. En hier hebben we dus de Annoying Crimson Rot. Dat is eigenlijk hetzelfde als een Nimbus Rot. Maar dan dat je maar één wolkje op kan roepen en minder schade doet. Deze zorgt ervoor dat je sneller bent op het moment dat je geraakt wordt. En voor de rest, ja, de Undertaker, dat is gewoon zeg maar voor range damage. Dus ik gooi er allemaal weg en ik zie jullie bij de Frostmoon. Dus tot over een seconde. Oké, de zon is bijna onderaan het gaan. Het is bijna tijd voor de Frostmoon. Dus laat ik hier alvast eventjes neerzetten. Ik denk dat we met de Frostmoon beter... dat we daarmee beter zullen zitten dan dat we zaten zeg maar met Pumpkin Moon. Omdat hier heel veel vijanden eigenlijk meer stilstaan als dat ze dus de hele tijd rondvliegen op de Ice Queen na. Dus ik denk dat de enigste issue de Ice Queen zou worden, maar die komt pas heel erg laat. Dus ik weet nog niet eens of we een Ice Queen tegen zouden kunnen komen. In ieder geval, op mijn offscreen ben ik alvast eventjes bezig geweest voor voorbereidingen voor de aflevering van morgen. Zodat ik daar dus zeg maar niet heel erg veel offscreen voor nog meer hoef te doen. Dat is gewoon zeg maar de items maken om bosses te kunnen maken en zo. Dus. Oké, Frostmoon is begonnen. Here we go, buffs. Ah, die muziek. Ah, dit maakt mij zo'n blij konijntje elke keer, maar weet ook gewoon. Trouwens, we hebben één ding net ook niet gebruikt. Dat is de full stab dinges. Dus die kunnen we eigenlijk wel gebruiken. En hallo. Nou, dat doet ook lekker zijn schade. Ik blijf die kant op schieten. De Sharknado's gaan ook overal naartoe. En Vijver en ik, we blijven gewoon rustig hier staan. Dus, we vliegen weer door die waves heen, hè. Ik vind het best, hoor. Maar volgens mij is die draak namelijk... Even kijken, ik tel de 7. Ja, die draak is een aparte summon. Dus daar hoeven we ons absoluut geen zorgen over te maken. Oh, daar is een heavenscreen. Boy. Als jij nou daar mooi in die hoek blijft staan... Die Sharknado's, die moeten jou hebben. Ik moet jou hebben. Ik heb medelijden met hem. Ik heb normaal gesproken nooit medelijden met vijanden. Maar nu heb ik medelijden met vijanden. Oké, nou als ik hier rustig kan blijven staan, dan ben ik een heel blij konijntje. Oké. We zaten net op, wave 6. Nou, bus die lopen ook nog lekker. Vuurwerk schiet alle kanten op. Ja, we zitten nu op wave 6. Oké. Sharknado's, doen jullie dat heel eventjes, want ik nam schade. Boy. Oké, tijd om te wegkrassen. Oké, Everscreen. Kijk, op zich, die Everscreens die zijn niet zo snel, dus... En die is down. Oké. Kunnen wij in deze aflevering de Magic Pint te pakken krijgen? Of de Chain Gun? Of iets in die trends? Oké. We moeten de helft in de gaten houden, want vergeet niet. Ik ben die mage-dinges denk ik gewend. Daarvoor denk ik... Oh boy. En help. Er wordt hier heel veel geschoten. Dat kan wel in ons nadeel werken. Waardoor word ik geraakt? Oh, door jou. We hebben al een tank. Oké. Decent. Ook nog ergens een mimic. Ergens nog een mimic. Oh boy. Oh boy, je gaat niet zo lekker. Als die tank nou neergaat. Oh boy. Ik heb nog maar een... Ik ben de fik! Help. Nurse. Heal mijn wonden, dank je. Oké. Oeh, too close for comfort. Oké, here we go again. En allemaal wegwezen jullie. Oh boy, daar is die tank. Is dat die tank nog leeg?
Of was dat niet die tank? Oh boy. Ik kan er niet eens meer veilig thuis komen. Oké. Oké, we leven weer. We zitten weer goed. Oké. Is die tank nou dood dan of zo? Ik zie hem nergens, dus mij wil je niet klagen. Oké, jullie schieten en daar ben ik niet blij mee. Oké. Jij bent ook dood. Hoe meer van jullie dat het dood kan, hoe beter. Oh, die helikopters, nou snap ik het. Die kogels die zie je bijna niet. En ik vond het wel leuk om als moeilijkheidsgraad eigenlijk een beetje, zeg maar, die extra height. Ik word onder vuur genomen. Hevig vuur. Om dan als extra, zeg maar, zoveel moeilijkheidsgraad. Ik haat die tank. Oké. Ik blijf hier boven staan. Ben ik hier veilig? Volgens mij ben ik hier veilig. Ik kan mij niet raken. En ik doe hem hier alle schade. Sukkel! Oké. Sorry dat ik even heel erg luid sukkel tegen hem moest krijgen. Maar dat moest gewoon. Oké, heb jij een chingun voor mij gedropt? Kom op. Zoiets mag eigenlijk wel een beetje gereward worden. Kun jij alsjeblieft? Kun jij alsjeblieft? Dank je. Oh boy. Nee. Ik wil bij jou uit de buurt blijven, jongen. Je doet mij een beetje te veel schade naar comfort. Oké, sterf! Wat in elkaar of zo. Oh boy, er is er een tank. Oh boy, er is er een tank. Oh boy. Sta ik hier veilig? Ik weet dat trucje proberen. Oh. Helikopter. Help! Nee, schiet knootjes! Hij heeft mijn truc door. Ik ga hartstikke dood. Ik heb er eventjes de nurse nodig. Nurse! Hello, nurse! Oké, nou het voordeel is dat die summons mij een beetje doen protecten op het moment dat ik helemaal hier sta. Oh boy. Is dat die tank? Ja, dat is die tank. Oké, wij gaan terug. Doei! Oh, hij blijft me schieten. Hij heeft er zin in. Ik heb nog steeds geen health potions gebruiken. Oké, weet je wat? Ik doe gewoon even... Dit doet pijn. Weg! Hi. Oh, ik vind het echt niet prettig dat dingen gewoon op mij kunnen schieten. That's going to be the end of me. Oké, nou mijn Sharknado's die doen zijn werk goed. Oké, daar is die tank weer. Oké, ik ga gewoon weer hier staan, zo. Geen cadeautje schieten. Oh, ik sta daar nu. Hier dan. Sta ik nou veilig? Oké, ik heb goed. Buffs. Nee. Help. Oh, dat ging niet echt goed. Oh boy. Gewoon blijven bewegen. Dat is je kans om te leven. Gewoon blijven bewegen. Oh boy. Het zou toch helemaal geweldig zijn als we het gewoon voor elkaar kunnen krijgen om hierin te blijven leven. Ja, ik ga gewoon terug. Zo. Hi. Oké, ik zie daar nou heel veel health. Oh, daar komt die tank. Tank gaat dood. Oké, ik zit om til. Knootjes. Nou, die tank die is dood. Als ik nou een mimic tegen kon komen. Oh boy. Eén hartje. Weer zo'n tank. Oh, hij is aan het schieten. Oh boy. Niet goed. Geen geld terug. Geen garantie. Oh boy. Ja, jij doet je cashballen aanval. Oh, snikies! Ik weet dat ik zei dat uit de arena geen goed idee is. Maar op dit moment... hebben we geen keuze! Oh, Ice Queens. Oh boy, nou zijn we zo dood. Oh boy. Dit is niet goed. Oh boy, is die frost moon bijna voorbij. Ah, daar is hij! Oké, gewoon negeren de mens. Zij ziet jou niet, wij zien haar niet. Oh, sneeuwblokjes! Oh boy. Ik zie nog heel veel help. Ik wil het hebben. Ik heb het. Nee, ik ben vervroren. Help. Heb ik help? Nee, ik heb nog geen help. Jawel, ik heb wel help. Maar ik neem heel veel schade op. Van iets. Ik weet niet van wat. Maar ik nam er heel veel schade van. Je bent mijn engste nachtmerrie. Snol! Jij wraak van Impa! Help! Ik heb help nodig! Nurse! Ah, daar hebben we die snol! Ik
moet vrijheid hebben. Doei! Mimic! Red mijn leven, Mimic! Oké, ik heb de help, ik ben weg hier. Oh, snikies. Oh boy, dit gaat zo fout. Waar is die? Oh, auw. 100 schade, doet pijn. Maar voor mij mag het evenement dan wel afgelopen zijn. Ik heb er nou geen lol meer in. Die maken me hartstikke goed. Achtjes. En help. Waar is die snol? Je hebt zoveel jaar. Evenement mag voorbij zijn hoor. Summons, doe je werk dan ook. Oh boy, ik heb nog maar 200 health zie ik. Ah, 140. Ik denk dat ik weer moet vluchten. En ik hou er niet van om in een vluchtkamer te zijn hoor, maar ik heb geen keuze. Duh. Ik leef nog. Oh, rustig aan. Het is voorbij. Het is voorbij. We hebben het. Holy shnikes! Tuurlijk, nu wel hè. Nu wel. Nu dat we geen frostmots meer doen en geen pumpkin moons, heb je zoiets van. Oh, nou, weet je wel, laten we hem nou maar die trinker geven. Ik heb uren lopen farmen voor dat stingding. Uren zeg ik jullie. Uren heb ik. Oh. Oeps. mooie kaart. ik heb echt uren lopen farmen. Ik haat jou. Oh. Mailgeluid. Oh, nou, tot we niet dood zijn gegaan. Wel bij de Pumpkin Moon, maar niet bij de Frost Moon. Dat vind ik een achievement met deze Summon Armor. Oh, hemeltje. Oh, ik ben blij als ik daar weer mijn oude vertrouwde Beal Armor aan heb. Tot ik jullie dus zeg maar mee kan nemen naar de final aflevering van Terraria. Dus, oh. Maar goed, de Chain Gun is de snelste wapen die er is. Chain Gun? Ik heb mijn 31 kogels bij me, let op. Dat doet hij. En deze die heeft dus ook 50% chance not to consume ammo. Dus in plaats van de Mega Shark heb je dus de Chain Gun die nog sterker is. Deze is superior, hè. Deze is superior en doet maar 25 range damage. Deze doet 31, is nog sneller en heeft dezelfde stat. Weet je wat, we gaan hem gewoon reforgen. We gaan hem gewoon reforgen voor de lol. Ik wil hem reforgen voor de lol. Dus, wat? Verbrast mijn geld nog een keer. Eens kijken of we iets leuks van kunnen krijgen. 8 gold. Ach ja, daar staat toch een demonic. 16% damage. Hoppakee, daar gaan we voor. Nou ja, weet je wat? Ik wil legendary of iets. Geef iets. 12, 6, 2, 3, 11. Sighted? Wat is sighted? Dat is waardeloos. Rapid. Dat is ook waardeloos. Kom op. Jij gaat me nou niks goeds geven, hè? Je gaat nou gewoon gemeen doen, hè? Gemeen ga je nou doen, hè? Weak. Sighted. Prima. Spel? Prima. Ik heb geld genoeg. We hebben deze let's play 100%. Ah, oh, mijn nurse die heeft schade gekregen. Arme nurse. Shut up, nurse. Dankjewel, Mark. Ik neem gewoon al mijn platinum coins mee. Ik wil hier een godly of legendary tornado's. Ik word echt scheidsziek van jullie. Stop nou eens met al die konijntjes te killen. Stomme rot tornado's. Oké, nou. Fat. Ik heb 15 platinum coins. En jij maakt hier. Waar is hij? Iets leuks van. 7. Godly. Dank je. Ik had ze nog niet eens nodig. 37 range damage. 15% knockback. Nou ja, ik wil legendary. We gaan voor legendary. We hebben nou weer godly. Ik wil legendary. Verbras al ons geld maar. Dus we weten als hij 17 zegt dat het iets. 12. Voor mij apart verbrast hij al ons geld. Ik wil hier legendary op. Het is een legendarisch. Enfin, 17 zag ik daar weer. Dat is godly. Volgens mij kun je hier alleen maar godly op. Nou, als ik nog een keer godly zie, dan gaan we gewoon voor godly. 17. Godly. Oké, we houden het op godly. Zoveel geld verbrast omdat het kan.
Gewoon omdat het kan. Nou, daar zou je wel de bullet dinges voor willen hebben. En daarmee kun je dus wel behoorlijk veel schade doen in die moons. Maar we hebben ondertussen nou alles gehad. Dus geen moons meer voor ons. Goed, ik ga even snel 2 signs maken. En ik doe heel eventjes snel weer mijn beetle armor aan. En ik zie jullie, zoals altijd, in een seconde. Joehoe! Oké, het is nou eventjes gaan beginnen te rekenen. Zoals je ziet, ik heb alle bochtjes heb ik hier nou geplaatst. Dus van aflevering 39, 40, 41, 42, 43, 44. Er komen niet meer bochtjes. 44 afleveringen is het maximale waar we voor gaan. Dus wij gaan naar aflevering 41. En die komt van Old Ways to Gaming. En die had gevraagd, die had niks gevraagd. Die vroeg de wraak van Impa. Gasp. Ja, Impa die nam wraak. Ik bedoel, het is een ijskoude fietsbel. En die... is soep in haar. En die soep die is nou oud. En die is afgekoeld. En daarom is ze nou een ijskoude snol geworden. Die met een frostmoon bezig is. Weet ik veel. Ik verzin ook maar iets. En in ieder geval Old Ways to Gaming, dankjewel voor de thumbnails die je maakt. En zelfs jouw comment staat ook op de wall of awesome comments. Ik bedoel, iedereen is welkom. Dus ja. Oké, dan gaan we naar aflevering 42. Die komt van Raphaël van Ingelgen. Raphaël van Ingelgen. Maakt niet uit. En die had geschreven. Leuk dat je Luigi's Mansion neuriede op deze aflevering. Het was aflevering 42. En ik vond dat echt super, super leuk. Nou, Raphaël, gefeliciteerd. Oké, ik zal ophouden. Gefeliciteerd, jij staat ook op de wall. Of ja, in het flashbackhuisje van Awesome Comments. Heel erg bedankt voor je comment. En vergeet niet. In aflevering 43 van gisteren. Die is vandaag opgenomen. Maar aflevering van gisteren. En in de aflevering. Dat wordt vrijdag opgenomen. Dus je hebt tot vrijdag de tijd. Tot morgen de tijd. 1 uur. Om reacties nog te plaatsen. Want dan kun je zelfs nog. Dus zeg maar de laatste 2 open plaatsen. Die erin staan. Zijn dus nog beschikbaar. Dus ook in deze aflevering. Dus heb je een leukste momentje. Grappigste momentje. Iets wat je op de wall of comment zou willen zien. Laat het weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. En morgen gaan we eindelijk ook de finale in. Laatste aflevering. Gaan we alle bazen killen. Misschien zelfs tegelijkertijd. Ik weet niet hoe dat ik het voor elkaar ga krijgen. We gaan het gewoon doen. En dan gaan we ook de winnaars bekendmaken van de giveaway. Ik dank jullie voor het kijken. En ik hoop jullie morgen allemaal te zien bij de finale van Terraria. Oh, en even een grappig nootje. Zaterdag ga ik weer livestreamen om 6 uur. En dit keer wordt het een spel die ik net heb gekocht. En dat wordt blind. Welk spel? Horen jullie morgen. Morgen dus heel erg veel shizzle. Morgen gaan we dus heel veel lol hebben. Dank jullie wel voor het kijken. En tot morgen. Tee! Jullie zijn zo awesome. Jullie verdienen echt alle leuke dingetjes en alles. Want jullie zijn gewoon geweldig. En ik blijf helemaal op het doorgaan. Doei!